Mijn moeder is daar wel heel bang voor, dat ik met een meisje daar, daar ben. Maar nou, ik ga er niet vanuit. Ik denk dat ik wel dat ik terugkom. Ik ga hier voetballen en studeren. En dit kun je daar in Amerika heel goed combineren. En je gaat daar elke dag trainen en elke dag studeren. En dat is daar heel goed om te combineren, omdat dat, ja, dat wordt heel veel gedaan op colleges. Nou, het trekt me heel erg om, ik voetbal natuurlijk het liefst. En dat wil ik het liefst elke dag doen. En daar kan dat. En daar kan ik het ook heel goed combineren met mijn studie. Ja, ik heb de kans gehad om tegen Ajax te spelen. En dat was een unieke ervaring met veel mensen langs de kant. Maar je ziet wel een paar goede spelers, denk ik. Ekkelenkamp, Gravenberg, Dest, links in beeld. Dus dat was wel heel vet. En hoeveel is het geworden? 11-2, ja. Ja, dik verloren. Het is wel zo dat veel scholen een bepaald studieniveau en voetbalniveau van je verwachten. En daarop baseren ze ook een beurs die ze jou aanbieden. Want dat heb je ook gekregen, hè, de beurs? Ja, ik heb ook een beurs gekregen. Ja. Want anders is het bijna niet te doen? Nee, anders betaal je echt 10.000 euro's per jaar. Dat is niet te doen. Dus dat is hier nog wel beter dan daar, denk ik. Nou, wij begeleiden op dit moment jaarlijks zo'n 100 jongens en meiden naar Amerika toe. En als je eenmaal terugkomt, als je terugkomt, want er zijn ook een aantal jongens en meiden die blijven hangen, om wat voor reden dan ook. Dan ben je ook wel weer heel erg interessant voor het bedrijfsleven. Want bedrijven staan echt wel te springen om mensen met een internationale ervaring, jongens die onder druk kunnen presteren, vloeiend Engels. Nou, dus er zijn legio voordelen om dit te gaan doen. En waar ga je wonen? Als goed is ga ik met meerdere jongens in een huis wonen. Dat zijn dan ook, die jongens spelen dan ook op voetbal. Dus daar ga ik dan samen in een huis wonen. Maar daar hoeven we niet te koken, dus dat scheelt. Het zal ook helemaal spannend zijn. Ga je voor het eerst uit huis, zeg maar, en dan gelijk helemaal naar de andere kant van de wereld. Ja, dat is gelijk wel heel gek, ja. Maar ik weet niet, het land trekt mij en de voetbal en sportcultuur daar ook. Dus ja, ik denk wel dat ik daar op mijn plek zit. En hoe is je Engels? Ja, goed. Ik heb eerst de Engelstest moeten maken. En dan, scholen hebben een bepaalde eis van testscoren die je moet halen. En daar zat ik wel overheen, dus dat moet goed komen. Maar goed, goal, dat is internationaal, hè? Ja, ja. En anders juich ik wel gewoon op de Nederlandse manier. Dus.